Gekke tijden, mooie tijden. Gekke tijden, mooie tijden. Niemand zal ooit vergeten dat 2020 het coronajaar is. Het zijn gekke tijden en daar ga ik verandering in brengen. De man die ik zo meteen ga ontmoeten is helemaal fan van PSV. Maar wat hij niet weet is dat ik zo meteen ga aanbellen. En wat hij al helemaal niet weet is dat we straks in het stadion van PSV zijn. In de kleedkamer. Maar wat dacht je van op het veld? Oftewel overal bij PSV. Ik ga nu aanbellen. Daar woont hij. Hallo. Hoi. Hey, wie ben jij? Nicky Slegers. Wie ben jij, Nicky? Kom even een beetje naar voren. Jij krijgt zometeen deze bril op. En jij weet niet waar we naartoe gaan. En straks als we op locatie zijn aangekomen, dan mag je die bril afdoen. Ja. Heb je er zin in? Ja. Hier, heb je de bril? Mag je hem rustig op gaan doen? Dan gaan wij eens even gezellig ergens naartoe. Kom maar. Kom maar. Nou, Nicky, heb je enig idee waar we zijn? Of nee. Wat we gaan doen? Nee. Helemaal niet? Nee, alleen heb ik wel iets gehoord met ballen. Iets met een bal, inderdaad. Ja, ik denk, ja, je vindt voetbal leuk, dus we moeten wel iets met de bal doen. Nou, ik ga je nu één vraag stellen. En dat is... Doe je bril af. Wat? Waar zijn we? Het Philipsstadion. Zal ik je gelijk even duidelijk maken wat we gaan doen? Ja. Je gaat vandaag leven als een prof. Je mag de kleedkamer in, maar je mag ook op het veld. We gaan voetballen op het veld in het stadion. En dan zeg jij? Ik had het echt niet verwacht. Ja. Ja. Dit is sick. Dit is sick, hè? Ja. Ja, als je hem ziet, die gaat echt helemaal stuk. Zijn ogen kijken, spreken gewoon boekdelen. Ja, jij gaat vandaag stuk maken. Je gaat een goal maken. Je gaat duiken in de goal. Ik ga een penalty bij jou maken. Ben je ready? Ja. Kom maar, we gaan naar binnen. Waar komen de spelers en die gaan hier naar binnen, toch? Ja. Hij is nou onze profvoetballer, hè? Kom. En noem eens even een paar spelers dan uit de huidige selectie van PSV. Malen, Lammers, Oenerstal, Rodriguez, Dumfries, Viergever, Gakpo. Het zijn er al 7, heel snel. Deze ken je ook wel natuurlijk. Steven Bergwijn. Steven Bergwijn, ja, ik denk dat je al deze jongens wel kent aan deze kant, hè? Ja, en hier hebben we een speciaal verhaal bij, hè? Ja, jij bent keeper. Ja. En hier staat Jeroen Zoet. En als het goed is, was jij heel zoet en gaf Jeroen jou een cadeau. Ja. En dat was? Een foto en een handschoen. Een handtekening. Ja, handschoenen van Jeroen Zoet. Super chill. Nou, hier lopen ze dus altijd doorheen. Ja, Nicky, goeiedag. Hoe maakt u het? Gezellig. Ja, u maakt vandaag uw debuut, hè, hier in deze ruimte. Ja. Wat gaat er op dit moment door u heen? Spanning. En die is helemaal van jou geworden. Kom maar. Entree, entree. Hey, kijk, trouwens, je mag gewoon naar binnen. Er is niemand daar, hoor. Je moet niet bang te zijn. Het zou wel vet zijn als je op de selectie dat chill. Ah, dit is wel cool. Nou, als jij nou een speler zou zijn, welke plek zou je kiezen? Gevoelsmatig, waar zou je dan gaan zitten? Nou ja, daar, in het midden. Zo. Wil je even douchen? Het is warm, hè? Nee, hoeft niet. Nee, hoeft niet. Nee. Gekke tijden, mooie tijden. The one and only. Welke speler denk je nou dat het langst voor deze spiegel staat? Toch Oenerstal. Ja? Ja? Waarom? Het is altijd zijn haar zitten vol gel. Lars Oenerstal. Het zijn gekke tijden, maar ook mooie tijden. En leuke. Precies. Wij
Wij zeggen nu gekke tijden en mooie tijden. Gek, ja, gezien de corona. Niemand gaat vergeten dat dit het jaar van corona was. Maar daardoor ontstaan er ook mooie dingen. En dat is dat we dus op het veld kunnen. En daar gaan we nu naartoe. Normaal gesproken zijn de spelers hier, hè? En die gaan dan het veld op. En er is er één iemand die op een knop gaat drukken en dan komt er een tune. Dat is zeg maar de tune van de spelersopkomst. Wij gaan zo meteen als spelers opkomen, maar er moet wel één iemand op die knop drukken. Dat mag jij doen. Gekke tijden, mooie tijden. Toen jij vanochtend wakker werd, had jij niet gedacht dat je een paar uur later hier zou staan, hier. Dat heb ik echt niet verwacht. Ik zie jou voor het eerst. Ik wil eigenlijk wel weten wie jij echt bent. Je heet Nikki, oké. Hoe oud ben je? 12. Kan je wat meer over jezelf vertellen? Wie ben jij? Ja, ik was keeper bij SBC. En daar ben ik ongeslagen kampioen geworden. Ongeslagen kampioen geworden? Ja. Oké. Mijn favoriete voetbalclub is PSV. Pas, ja. Ik heb besluren opgelopen tijdens het voetballen. Mijn ribben is een beetje verstrekt. Ik doe wel heel veel pijn. Kun je wel gewoon nog keepen? Ja. Dat wel. Pijn houdt je niet tegen? Nee. Ja. Je gaat er zelfs bij lachen. Wie is je favoriete speler? De hele selectie van PSV. Echt gewoon de hele selectie? Ja. Koppen betekent vangen. Vangen betekent koppen. Dus ik gooi de bal naar jou en zeg bijvoorbeeld koppen. Wat moet je dan doen? Vangen. Vangen. Koppen. Vangen. Vangen. Oh, koppen. Koppen. Oké, koppen. Oké, vangen. Hoe komt het dat je zo'n fan bent van PSV? Weet niet. Dat is gewoon iets wat ik geërfd heb, denk ik. Ja, want papa is ook helemaal PSV. Ja. The one and only Cody Gakpo. Superveel love dat je tijd wil maken. Het gaat om die ene jongen voor wie jij ooit handschoenen hebt gefixt van Jeroen Zoet. En hij wil jou persoonlijk bedanken. Trouwens, alles goed? Ja, wat is het met jou? relax. Allright, volume staat aan. Ik ga je even geven aan Nicky. Yo. Hoi. Goed? Ja. Lekker man. Wauw, in het stadion hè? Ja. Lekker, hey. Goed zo. Wat wil je tegen Cody zeggen? Bedankt voor die handschoen. Ja, alsjeblieft hoor. Graag gedaan. Het is fijn dat je er blij mee hebt kunnen maken. Dus. Ja, dan zie ik toch dat je dat een beetje spannend vindt, hè? Ja. Hoppa. Ga jij ooit als speler dit veld betreden? Ik hoop het. Ja, die droom is er? Ja. Wat vind je de mooiste PSV-goal waar je een herinnering aan hebt? Die van Luc de Jong. Ja, welke? Dat was een omhaal. Oh ja. Jij bent echt zo'n PSV-lieve supporter waar je alles gewoon prima vindt. Ja. Is het niet stiekem iets waarvan je denkt, nou... Nah. Nee. Echt niet? Nee. Ja, onze nieuwe Oenestal. Hij wil ooit het veld betreden als profkeeper. Ik ben zometeen super benieuwd naar jouw PSV-kamer. Dan pas gaan we echt zien wat voor fan jij van PSV bent. Ik hoop dat je hebt genoten hier op het veld. Ja. En namens PSV en de spelersgroep is er ook nog een cadeautje voor jou, alsjeblieft. Dankjewel. Nou,
aangezien je fan bent van alle spelers, ja, staan ook alle handtekeningen van alle spelers staan erop. Dankjewel. Nou, niet tegen mij zeggen, elkaar. Ze zitten nu allemaal te kijken. Dankjewel, ik heb het echt niet verwacht. Ja. Ja. Goed, Reun. Wees vriend. Goed. Alles goed? Jij gaat gelijk naar boven. Ja. Ja. Ik ben een echte PSV-fan, maar ik ben wel echt oprecht benieuwd naar wat je van deze dag vond. Heel leuk. Maar is heel leuk, bedoel je dan de leukste dag van deze week? Ja, van mijn leven. Echt? Ja. Maar echt serieus, de leukste dag van je leven? Ja. Waarom? Dat ik was altijd al een droom geweest om in het Philips Stadion te zijn. Gekke tijden. Mooie tijden. Mijn dag kan niet meer stuk. Het is super geslaagd. Het zijn gekke tijden, maar ook... mooie tijden. Beetje. Oh, ik heb het. Bang. Hoppa.